Het is zover. Vandaag is de dag dat de wedstrijd gaat plaatsvinden tussen Grol en Longa. De wedstrijd waar al heel lang over gepraat wordt hier in de Achterhoek. De jongens zijn zich al aan het warmlopen en de tribune zit vol. Dus we gaan kijken wat deze wedstrijd gaat brengen. Het doelpunt gaan maken weet ik niet. Maar ik denk met alle publiek wat hier vanavond zit, dat ze echt een fantastische wedstrijd gaan spelen. Ik denk dat het gewoon met 2-0 gaat winnen. Van de groep. Moeilijk voor ons nu. En het enige wat we kunnen doen is hard werken. Ja, als je 2-0 achter staat, dan moet je gewoon blij zijn met de 2-2, toch? Ja, en nogmaals, het is erg zuur. Het was een spannende wedstrijd met als uitslag 2-2. Het loopt hier in Groenlo inmiddels leeg. Iedereen gaat naar huis of drinkt er nog eentje en dat gaan wij ook doen. Dankjewel.